Gordon, de flamboyante persoonlijkheid uit de Nederlandse showbiz, heeft de afgelopen jaren heel wat tumultueuze geschillen gehad met collega's uit het vak. Geconfronteerd met de vraag welke showbiz-collega's hij nog als vrienden beschouwt, noemt Gordon slechts één naam, Patricia Pai. In een interview met Weekblad Story onthult hij dat zij al meer dan 30 jaar een sterke en warme band delen. De relatie tussen Gordon en Patricia wordt gekenmerkt door gedeelde ervaringen als doorgewinterde artiesten met een openhartige en eerlijke benadering van het leven. Beiden voelen zich vaak niet begrepen in de schijnwerpers, omdat ze als vreemde eenden in de bijt worden beschouwd. Samen bespreken ze zelfs de vraag of ze wel geschikt zijn voor het showbizvak, gezien hun gevoeligheid en openheid die helaas in het verleden misbruikt zijn. Gordon bekent dat het misbruik van zijn openheid hem heeft veranderd. Hoewel hij altijd eerlijk zal blijven, heeft hij nu meer terughoudendheid aangenomen en houdt hij veel voor zichzelf? De openhartigheid die hem kenmerkte, is getemperd door de harde realiteit van de entertainmentwereld. De vriendschap met Gerard Joling lijkt al langer bekoeld te zijn, maar er reizen vragen over zijn relatie met Glennis Grace. Ondanks het feit dat ze samen de studio indoken voor het nummer aan de andere kant van de heuvels, ontkent Gordon dat Glennis deel uitmaakt van zijn huidige vriendenkring. Glennis daarentegen beschrijft Koorde als een vaderlijk figuur en is vol lof over zijn steun door de jaren heen. Deze onthullingen werpen vragen op over de dynamiek van vriendschappen binnen de Nederlandse showbiz. Het lijkt erop dat de schijnwerpers niet alleen glitter en glamour brengen, maar ook uitdagingen en veranderingen in persoonlijke relaties.